Eén. Hey, wat? Jongen, je moet wel in beeld zitten, mama. Dan ben ik dichterbij. Ja. Maar dat is zo kloot. Nee. Hey, what's good? Het is Japan en Steve Vechten en vandaag ben ik met de allerlelijkste vrouw van de hele wereld. Hallo. Mijn moeder. Hallo. Vind je het spannend? Ja. Vind je, ben je bang? Say something on... Ja. Wat doe je? Wat we gaan doen is een Q&A. En jullie hebben allemaal vragen achtergelaten en we gaan meteen beginnen met de vragen. De allereerste vraag is, ga reageren op porno. Porno? Oh nee. Wat vindt ze van jullie parodie? Je weet wel, de parodie, de allermooiste parodie die ooit is gemaakt voor mij en William. Nee. Ik beet op mijn tong. De allermooiste, wat vond je er dan van? Ja, uiteraard is die geweldig. Wat is het raarste wat je samen hebt meegemaakt? Examen? Ja, ja, we doen niks samen, dus we hebben... Mama, je moet wel in beeld blijven. Sorry, hoor. Sorry. Je kruipt helemaal weg, kom eens een keer hier. Ja, maar dat is maar zo klein. Oh ja, ik weet het wel. Toen jij heel klein was, dat jij met je hoofd dat kattenluikje ging. Ja, wel. Ja, maar dat... Sorry, kijk eens, ik ben buiten. Alleen niet meer terug kon komen. Is je moeder wel blij met je? Nou ja. Nee. Even opnieuw. Die was dus. Nee. Hoe oud was je toen je moeder jou kreeg? Toen, hoe oud was, jij? Ja. Toen jij mij kreeg? Ja, precies. Je was een tienermoeder? 12 of zo, zo? Oud was ik? Weet je dat niet? Ik had best een ongelukje zeven. Nee, nee, ik moet nadenken. 28. 28? Hmm. Zo. Ja. Ouder. Hoe groot zijn mijn voeten in centimeters? Haha, je dacht wel anders, hè? Mijn dikke vette p. Deze. 20 centimeter? 23,5. That's what she said. Wat is Stevens slechtste gewoonte als hij thuis komt? Bij de kast. Wat? Bij de kast. Koekjes snijden, boekjes snijden, snoepjes pakken. Eten is gewoon iets wat ik heel lekker vind. En ja, zij koopt eten, dus dan stop ik. De tas in de hoek, de jas op de grond. Hebben jullie een goede band samen? Dus een goede band. Dat klonk heel leuk. Is je mama lief voor je? Ja, altijd. Nou, daar is geen twijfel over mogelijk. Elke keer slaat ze me. Nou, leuk. Als baby was jij een beetje huilerig. Nee. Ja, dat is een goede vraag, Stan. Er zijn enkele mijnen geweest hier. Ja. Maar nou, dat waren geen blijvertjes op zich. Oh, nee, niet? Nee, nou, nee. Nee, die waren. Dat is die. Die heb ik gewoon weer uitgegooid, hoor. Toch wel vooral William. Vond je deze video leuk? Klik dan hier op het. Hier op het duimpje. En klik dan hier, hier, hier. Of hier. Voor een andere video. En dan zie ik je later weer met je leuke koppie.